In dit filmpje ga ik je laten zien wat een gespleten haarpunt is en hoe je deze zelf makkelijk bij kan knippen als het nodig is. Nou, dit is dus een gespleten haarpunt. Ik heb een klein plukje vast, je ziet er twee. Hetgeen met het witte puntje is echt duidelijk gespleten. Die daarnaast, links ervan, is een klein beetje gespleten. De camera heeft een beetje moeite met scherpstellen, maar daar heb je ze. Dit is dus hoe dat eruit ziet. Vaak herken je gespleten haarpunten omdat je ineens allemaal witte stipjes aan de puntjes van je haar ziet. Nou, als je gespleten puntjes hebt, moet je ze natuurlijk knippen. En dat kan je ook makkelijk zelf doen thuis tussendoor. Hier heb je trouwens een andere gespleten haarpunt. Helemaal rechts zie je hem. Heel duidelijk. En links zit er ook eentje. Ik ga ze even aanwijzen. Die. En deze. En de rest van het haar begint ook al een beetje gek te staan, een beetje scheef. Dat is dus een teken dat je echt naar de kapper moet. Nou, als je dus gespleten haarpunten hebt, moet je naar de kapper. Ze zeggen 1 keer in de 6 weken, maar in principe 1 keer per 3 maanden moet ook kunnen. Wat je ook kan doen, is tussendoor zelf deze gespleten haarpunten bijknippen. Er is een trucje voor en dat is deze. Je pakt een plukje haar, die ga je draaien. Niet vanaf onder draaien met je vingers, maar je begint boven met draaien, 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 draaien. En als je hem helemaal gedraaid hebt, zie je dat er allemaal stukjes uit springen, uitsteken. Dan pak je een schaar, het liefst een speciale schaar om haar te knippen. Dit is dus een soort kapperachtige schaar. En daarmee knip je deze puntjes af. En zo heb je precies de dode haarpuntjes afgeknipt. Dit is een handig trucje tussendoor als je even geen tijd hebt voor de kapper. Of je ziet ineens heel veel gespleten haarpunten. Kan je het even zo bijknippen. Dan duurt dit natuurlijk ook heel erg lang om al je haar op deze manier te doen. Maar het is dus een manier. En het zorgt niet voor dat je geweldige kapsel prachtig in model zit weer ofzo. Het is echt puur om alleen de kleine puntjes af te knippen. En laat je hem los. En er zijn de puntjes bijgeknipt. Wat je ook kan doen is echt zelf knippen zoals de kapper het een klein beetje doet. En dat doe je door een kleine kam te nemen, zo'n puntkam. En daarmee een pluk haar te pakken. En hetgeen wat uitsteekt, een heel klein beetje afknippen. Nou, je pakt gewoon plukjes. Probeer plukjes te pakken die even lang zijn. En hetgene wat dan uitsteekt, zorg je ervoor dat het een klein beetje bij de kam uitsteekt. Dat knip je af, wederom met je speciale knipschaar. En dat ziet er als volgt uit. Zo. Er steekt nu wat uit. En dit ga ik afknippen. Zo. Nou, nu zijn de puntjes ook bijgeknipt. Doe dit niet elke keer. Je kan het soms tussendoor doen, maar zorg er wel voor dat je ook nog naar de kapper gaat. Die houdt het gewoon mooi in model. Op deze manier ga je niet een mooi model zelf kunnen knippen, want dat is gewoon te moeilijk. Nou, succes!